De mensen zijn tegenwoordig zo druk, ze hebben niet eens meer tijd voor het huishouden. En al helemaal niet voor ontspanning. Dat vinden wij zielig en daarom reizen wij vandaag helemaal af naar Groningen om daar de mensen te gaan helpen. Wij komen zo met de spreekwoordelijke deur in huis vallen, ja. Want ga je mee naar het bos met ons? Nee. Waarom niet? Ik heb net nieuwe schoenen gekocht. Slecht argument. Ik zou het heel leuk vinden, maar ik heb geen tijd. Ik moet naar een vergadering toe. Maar ik dacht dat u wel dichter bij de natuur stond dan dit. Nee, helaas niet. Nu? Wat doen we in het bos? Ik heb een verrassing. Iets heel leuks. We hebben morgen een tentamen. Hallo. Hi. Ik heb een kleine vraag. Ja, zeg het eens. Lijkt het u leuk om samen met ons naar het bos te gaan? Nee, heb ik nu geen tijd en geen zin aan. Maar dan ga ik je wel vertellen wat we hadden kunnen doen. Ja. Mag ik het zeggen? Ja. Serieus? Nu? Serieus? Maar ik heb het nu eigenlijk verklapt. Dus ja, nu kan het niet meer. Het gaat hem niet meer worden, sorry. Maar je had het wel leuk gevonden. Serieus. Heeft u zin om met ons naar het bos te gaan? Nee. Dat vind ik een leuke vraag. Moet je een jonge meisjes vragen, joh? Dat is veel leuker. Ja. Nee, ik ga nou niet naar het bos. Geen sprake van. En waarom niet dan? Omdat ik niet met jonge kerels omga. Echt niet? Nee. Maar die schijnen heel leuk te zijn. Nou, dat neem ik wel aan. Wat is de bedoeling dat ik op de foto kom? Nou, de bedoeling is dat wij samen naar het bos gaan. Oh, nou, oké. Ik wil wel mee. Echt? Alles ja, waarom niet? Ja. Huh? Ga lekker naar het bos. Oh, dit is leuk, jongen. Ben je er klaar voor? Ik ben er denk ik klaar voor. Wat cool! Dan gaan we op rijden. Even kijken. Oh, wat top! Hallo? Hoe zit dat? Nou, niet heel comfortabel. Nee. Ik zit gewoon op de kamer. Oh! Die is gek op die appelbal. Die houdt gewoon van de appels. Moet je ook parkeerkosten betalen voor zijn kameel? Ja. Denise, wat wij gaan doen is iets wat heel belangrijk voor mij is. Het is Mario Kart. Cool. Lekker dan. Jij staat zevende. Sorry. Weppa. Zo, ik ga je inhalen, Denise. Oh. Oh. Zo, dat was lekker ontspannen. Maar er moest natuurlijk ook gewerkt worden. En daarom zijn we in het holst van de nacht de deuren langs gegaan om de mensen te helpen met de afwas. Maar dat verliep anders dan gepland. Goedendag. Hallo. Heb je de afwas al gedaan? Ja. Echt? Zeker. Dus we kunnen je niet helpen? Nee, sorry. Dag. Doei. Pardon? Hallo, klinkt een beetje gek, maar hebben jullie het afwas al gedaan? Ja. Kun je niet wat vies maken? Nee, helaas. Oh. Er is er nog geen. We zijn het achterna gezeten door een jongen die had iets in zijn hand, terwijl we gewoon de afwas wilden doen. Ik ben helemaal buiten adem. Probeer ik hier iets goeds te doen. We waren zo geschrokken dat we besloten om het filmen te staken en naar huis te rijden. Op de terugweg belden we nog even met Barend en Wijnald op 3FM om ons hart te luchten. En dit is wat ze zeiden. Er zat in de keuken nog afwas hier, dus je mag hier ook afkomen wassen.
Dus we dachten, waarom ook niet? Hallo! Ik heb een teltje mee hoor! Ja, heel goed. Ik ben net op tijd hè! Leuk dat je hier bent. Ja, nou, toen werden we gebeld in één keer en aan de telefoon de heren van Lieve Betta. En die zeiden van ja, we zijn naar Groningen gegaan. En wat wilden jullie in Groningen gaan doen, jongens? Nou, we wilden iets goeds terug doen voor de mensheid. Dus we dachten, we gaan afwassen voor mensen. En dat midden in de nacht, want dat is dan weer leuk. En dat ging heel erg goed. Ja, we zijn één keer met de dood bedreigd. Dus dat ging fantastisch. Ik wens jullie heel veel succes. Ja, we gaan ons best doen. Maar krijgen we er ook iets voor terug? Dan gaan we Sjaak draaien. Nee! Yes! Nice! Nice! Mijn paard, ik noem hem Sjaak. Deze video en laat ook even weten wat je ervan vond en of wij bij jou wel midden in de nacht zouden mogen afwassen. En like en reageer, want onder de mensen die dat doen, verloten wij een hele mooie Lieve Bertha CD. Dus doe dat. Ja, en abonneer, want volgende week zijn we er weer. Bye!